In onze regio zijn de avondvierdaagse weer van start gegaan. Unity TV is erbij. We volgen de avondvierdaagse in Leiderdorp en in Voorschoten. 41ste vierdaagse, wat kunnen we hier in Leiderdorp verwachten? Ik hoop een mooi weer alsnog. 1500 lopers en een enorme gezelligheid op de routes. Mevrouw, je is hier in Leiderdorp bij de korfbalvereniging. Gaat u gezellig meelopen? Ik ga niet meelopen, maar ik ga wel het startschot geven. Het startschot, vierdaagse. Waar gaat hij lopen in Leiderdorp? Door heel Leiderdorp heen, in verschillende categorieën. Je kan, of je nou 4 jaar bent of in de 80, je kan allemaal meedoen. Elke dag hetzelfde rondje? Nee, elke dag een ander rondje. Ja, kost heel veel moeite om dat te doen, maar we proberen elke dag een nieuwe route te verzinnen. Vindt u dit een leuk evenement? Ja, geweldig. En ik vind het ook fantastisch dat Velocitas het alweer voor de 41ste keer organiseert. Dat vind ik een compliment waard. Kunnen we u nog de aankomende dagen langs de route ergens zien staan? Zeker. Ik zal eens gaan kijken of ik mensen kan gaan aanmoedigen enzovoorts. Ja, nee, dat gaan we proberen. En ik niet alleen, de wethouders ook. 4 dagen, welke afstand ga jij lopen? 5. De 5 maar? Waarom niet de 10? Ik loop met mijn neefje en mijn nichtje. Dus ik dacht, ik ga met z'n allen lopen. Gezellig. Avond 4 dagen, kan je niet beter thuis lekker op de PlayStation spelen? Nee, ik heb hem niet. Dus je moet wel meedoen met de 4 dagen? Ja. Welke afstand ga jij lopen? 5. Heb je er zin in? Ja, helemaal. En hoeveelste keer is dit? 5e volgens mij. 5e al? Jij doet ook de 5 kilometer of ben je stoerder dan de jongens en loop je de 10 kilometer? Nee, ik doe ook de 5. Het was net aan het regenen. Ben je niet bang dat je de rest vanavond in de regen loopt? Nee. Nou, het wordt al mijn 8e keer dus. Ik vind het wel leuk. En wat maakt dat nou leuk aan de 4-daagse meelopen? Nou, dat je met z'n allen kunt lopen en dat je nog een medaille kan winnen. Nadat de avond 4-daagse in Leiderdorp was begonnen, begon die ook in Voorschoten. Daar namen we een kijkje bij de tent van basisschool De Vos. Nou, wij verzorgen met dit team de inschrijving van basisschool De Vos uit Voorschoten. We hebben ongeveer 230 leerlingen van onze school die meelopen. En ze zijn om 6:45 vertrokken. En we hebben prachtig weer, gelukkig. En ik hoop dat ze, ik denk een uurtje, anderhalf uur, dan zijn ze weer terug. En dan komen ze zich weer netjes afmelden. En dat geldt voor de andere scholen ook hier. Dus het is heel gezellig. 4 dagen lopen. 5 kilometer doe je waarschijnlijk. Ja. Waarom doe je nou zoiets? Het is eigenlijk best wel leuk om te lopen. Ja, om alle wat te doen. Je bent al een heel eind op weg, maar volgens mij ben je helemaal niet moe. Hoe kan dat? Oh, ik loop gewoon. Ik word gewoon niet moe. Ik zie je nog met een grote lach op je gezicht staan. Volgens mij gaat het je makkelijk af. Ga je de 4 dagen volhouden? Ja. Nou, succes dan. Ja. Nog 3 dagen zie je er tegenop of denk je, mwah, wordt een makkie? Ja, de makkie. Succes dan. Oké. Hebben jullie er zin in? Ja! Yeah! De deelnemers hebben er in ieder geval zin in. Nu hopen dat dit de aankomende dagen ook zo blijft. Dat gaan we aankomende week checken bij de finish van de 4-daagse in Leiderdorp en de finish van de 4-daagse in Voorschoten.